Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb gisteravond nog iets gedaan en Jordi is al wakker. Die gaat dadelijk naar logopedie en school. En ik heb gisteravond iets gedaan en ik heb de glijbaan binnengezet. En wij gaan zo eens even kijken hoe Liam erop reageert. Mama binnen neergezet. Ja. Ja, deze moet dicht. Ben je er blij mee? Nou, hij vond het leuk. Ik ga eventjes flesjes maken, Jordi zijn tas verder klaarmaken en zorgen dat Jordi weg kan. Toch? Ja. Ik ga even de Wat heb jij net allemaal gedaan? Ik heb fruitje gegeten met een paar pepernootjes. Wel waar, en je ziet eruit. Maar gelukkig heeft mama doekjes. Niels is Jordi ophalen. Ik heb nog boodschappen gedaan voor de hele week. Vanavond ga ik weer voor 2 dagen koken. Zodat ik dan in ieder geval 2 avonden niet hoef te koken. Of ja, eventjes simpele dingen klaarmaken. Zo rijst koken of dat soort dingen. En net heeft Sammy zijn flesje gehad. En we zijn lekker aan het kroelen, hè? Lekker stukkie. Mama's mannetje, hè? Mama's baby. En jullie zijn allemaal mama's baby. Ja. Echt wel. Omdat jij de laatste bent, wil niet zeggen dat jij de enigste baby bent, hè? Ik heb 3 baby's, hè? Eén hele grote en 1 middenmootje. En jou! Ik had ook nog een cadeautje voor Sam meegebracht. Wie is er nou weer thuis gekomen? Jordi! Yes. Jordi is heel iets van lekkers aan het happelen. En heeft al gedronken.
Joefje zit even in de bench omdat er hier dus gehapt wordt. En Niels is boven weer bezig. Dus dat is wat je hoort. En ik ga zo dadelijk eten koken. En vanavond dan het eten voor 2 dagen. Dat gaan we doen. Nou, wat heb ik nou allemaal net staan te doen dan? Ik heb eitjes aangezet. Ik heb aardappels aangezet. Ik heb jus gemaakt. Ik heb gezorgd dat mijn visstikjes in de oven komen. Want we eten visstiks. En mijn spinazie staat klaar. Oh, en ik heb eventjes fruit gedaan. Want ja, hè, dat wordt hier ook gegeten. Dus dat is ook belangrijk. Maar ja, alles staat nou te borrelen. Zodra de aardappels bijna klaar zijn, dan zet ik de spinazie aan. Want die komt natuurlijk gewoon uit de vriezer. En mijn visstiks, die zitten lekker in de oven. En ja, vanavond eventjes aan de gang hier. Dus dat gaan we doen. Wat? We hebben gegeten, gedronken, toetje gehad. En we zijn gewassen en omgekleed. Ja. Ja, het is dus vaak wel wat meer werk. Oh, hier is die. Toch een afstandsbediening. Zit je nou scheten te laten? Och jeetje. Poeh, en die stinkt ook nog op die scheet. Wat een aroma. Een flinke aroma. Oké. Klap eens in de handjes. Blij. Op Jordi's een... Handjes in de hoogte en handjes in jullie zin. Zo vaart onze Jordi voorbij. Ja. Wat hebben we net gedaan, Jordi? We jou weer moeten helpen, hè? Had heel veel buikpijn. We hebben er heel veel uitgekregen, maar... Het blijft toch altijd een dingetje, hè? Maar gelijk daarna krijgen we kusjes, hè? Ja. Ga je nou wel lekker naar bedje toe dan? Papa, jou even knuffelen in bed? Ik hou van jou. Hij heeft mij ook vast. Moet je nog op het wangetje? Doen we in de ochtend wel, hè? Is hij nou echt geen zin meer en dan wordt hij zo gereinigd. Kijk eens. Ik heb een cakey gebakken met appel en kaneel. En ik heb ook gelijk het eten gemaakt. Staat al in de koelkast. Ik heb mijn meloen gesneden. Ik heb het eten voor Jordi vanmorgen al klaarstaan. Het is nu nog 1 grote bende, maar... Morgen weer een dag. Ik ga daar ook nog eventjes de kleren van de kinderen klaarleggen voor morgen. Want morgen gaat Jordi weer naar school, dus dan moet ik alles even klaar hebben. Oké. Ik kreeg vandaag een reactie op de vlog waarom dat ik het woord nest en scheiden gebruik.
het woord nest wordt gebruikt in het dialect waar ik vandaan kom. Mijn opa en oma zeggen het, mijn ouders zeggen het. Vrij normaal woord. Je gaat je nest in. Niks kwaads aan. Ik kom namelijk Brabant, net geen Limburg. Daar wordt dan gewoon gezegd. Ik woon in Den Bosch, maar ben geen echte Bossenaar. Dus ik ben met andere dialecten opgegroeid. Niks kwaads aan in ieder geval. Ten tweede, scheiden. Toen Jordi geconfronteerd werd, of toen ons gezin geconfronteerd werd met het feit dat Jordi heersprong heeft, is er tegen ons gezegd als tip, je moet geen enkel woord vermijden. Dus ook het woord scheiden niet. En scheiden is gewoon een Nederlands woord. Dus wij zeggen poepen, ontlasten, kakken, scheiden. Dat is wat we benoemen. En op het moment dat jij wel een woord gaat hekelen, of in ieder geval zeggen dat het niet mag, dan wordt dat toch een punt waar je kind bang voor wordt. En dat is niet de bedoeling. Dus vandaar dat wij gewoon alle woorden gebruiken. Wij gebruiken zowel poepen, kakken, scheiden als ontlasten. Dus ja, we kunnen daar een heel verhaal van maken, maar dat gaan we niet doen. Ik had ook een kippensoepie gemaakt en een soepstengel heb ik erbij. En Liam die had in zijn broek gepoept, gescheten, gekakt. In ieder geval, hij had zijn broek vol. En nou wou hij niet meer slapen. En toen zei ik tegen Niels, hier heb je een soepstengel. Dus Liam die heeft nou een soepstengel. Dan zit hij lekker even te knabbelen. Dan krijgt hij daar ook nog wat te drinken. En dan gaat hij weer naar bed. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi net afgezet op schooltje. En nu gaan we weer naar huis. Oh, wat een ochtend. Ik had een kind dat buikpijn had. Jordi dus. Wilde niet meewerken. Liam die had zoiets van, ik ga geen sokken dragen. Dus je krijgt maar de mama. Oké, prima. En hier heeft er ook alweer iemand zijn sokken uitgetrokken. Wat is dat toch met mijn kinderen? En sokken. Nou ja, ik ga onderweg naar huis. En dan ga ik mijn huishouden doen, want het is één grote bende. Ja. Heb je de giraf? De giraf die praat een minnaar. Snelweg weer op. Ik moet altijd een klein stukje snelweg rijden om Jordi naar school te brengen. En wat doe je als je thuis bent? Een lekkere stukje cake eten. Is die lekker? Lekker happen? En Sam die ligt in de box, maar die is een beetje aan het chagrijnen. Kik, 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 kik. Alles ligt hier onder de cake, maar gelukkig heb ik een handstofzuiger, of hoe je dat noemt. Jullie dachten dat ik Joef bedoelde, hè, met stofzuigen. Loop. Kan ik ook gelijk even hem even afstofzuigen? Ik ben hier van alles aan het doen. Liam heeft net fruitje gehad, dus nu even aan het drinken. En ik ga heel eventjes mijn keuken verder doen. Ik heb net heel eventjes die la aangevuld. En ik ga nou heel eventjes mijn keuken verder doen. Ik had voor huis al ingespoten. Die dingetjes van de afzuigkap heb ik eventjes in de vaatwasser gedaan. En ik ga even die bende opruimen. Tenminste, in zoverre dat dat lukt. Tada! En hij is weer mooi schoon. Mijn keuken is zover.
voor nu even klaar. Moet de kastjes van de buitenkant nog af en toe. Maar ik voel nu niet echt de behoefte om dat te doen. Nee. Ik ga eventjes mijn eigen gemaakte kippensoepje eten. En dat had ik gisteravond ook nog gemaakt. En een boterhammetje. En dan is het weer tijd om andere dingen te doen. Ik moet nog even de tafel afdoen, eventjes de aankleedkussen en dat soort dingen. Dus ja, dat ga ik ook nog even doen. Liam die ligt nu lekker te slapen. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij slaapt. Sam ligt ook ergens daar. Een poging tot slapen te doen. En ik ga eventjes eten. Ik ga hem nu warm maken hoor, maar dit is mijn kippensoepje. Er zit ook sambal in. Nou, gewoon lekker. Het is gewoon lekker. En nee, de kindjes krijgen dit niet, want er zit sambal in, dus hij is wat pittiger. Ik heb hier ook altijd een knaagdier die op wacht staat. Om te kijken of dat ik iets laat vallen. Het gebeurt eigenlijk nooit. Toch blijft ze hoop houden. Schatje, je moet wakker worden. Moet hij jouw broer halen? Lily. Wakker worden, schatje. Hi. Je moet wakker worden. Ja, ik weet dat je dat niet wil. Je moet wakker worden, schatje. Ik weet dat je dat niet wil. Maar je mag zo terug, mama. Wil je dat ook niet? Oké. Hi. Je moet wakker worden. Ja, ben je wakker? Ja? Kom, gaan we even je luier verschonen. En dan gaan we je broer bellen. Ja. Oh. Hey, Jordi is weer thuis. Heb je jou opgehaald, hè, jongen? Met je twee broertjes. Ja. Zal mama die televisie maar eens aanslingeren voor jou? Die had je verdiend, hoorde ik. Je had zo goed gewerkt. Ja. Mama, televisie aandoen dan? Wil je Boomba kijken? Boomba? Mama, Boomba aanzetten. Even onthaast, hè, jongen. Oh, wacht. Die staat hier helemaal niet op. Wacht, afsluiten. Wij hebben zo'n hele handige afstandsbediening. En dan doe je hier op het microfoontje drukken. En dan zeg je Boomba. Zie je? En dan krijg je alles wat er van Boomba te vinden is. En Jordi wil altijd Boomba in Dromenland kijken. Dan zei mama hem altijd iets harder. Moet ik jullie nog eerst iets vertellen over een meisje. Niet jonger of ouder dan jij. Namelijk kleine Loes. Elke avond gaat en dan is ze helemaal gelukkig. Net zoals jij. In haar eigen bedje. En altijd neemt ze haar boemba-boem mee. Dan ga ik nu even Ranja maken voor die grote vent. En zorgen dat hij wat te drinken krijgt. En voor Liam ga ik even Ranja maken. Dus ja. We gaan weer het ritueeltje beginnen. Mijn rijst staat al aan. Daar is hij, mijn rijst. Ik heb hier eventjes hangjeugd. En daar is het andere hangjeugd. Hehe. Sammetje wil eigenlijk slapen, maar hij kan de slaap niet pakken. Dus heb ik hem maar eventjes zo, hè. Moet het toch iets, hè, jongen? Ja. Yeah.
Die oor moet goed zitten, jongen. Niet zo. Karel had ook al niet van delen. Zo. Wat is er allemaal aan de hand? George en Karel. Lekker even bij mama. Dat is niet grappig. Nou, wel een beetje grappig. Wat zullen we nu doen? Stop dit. Wat is het? Liam en Sam zijn al in bad geweest. En ik was Liam zijn haren aan het kammen. Hij was helemaal aan het genieten dat ik zijn haren aan het kammen was. Kom. Mama, je haartjes weer kammen. Hier. Wel goed staan nou, hè? Oh, dat is lekker. Dan gaat hij even staan hoor, voor de kammen. Ja, haartjes kammen, hè? Oeh. Oeh, haartjes kammen. Jordi kwam even binnenlopen met papa. Maar Jordi was in zijn blote kont. Dus dat moeten we niet filmen, hè? Ja, papa. Was je met papa in de douche geweest? Ja, hè? Ja. Liam is in de douche geweest en Sam is in bad geweest. Ja. Mr. Krullenbol. Heb je krullen? Wat moet je hiermee doen? Wat moet je daarmee doen? Moet je vasthouden en dan moet je kammen. 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 Oeh. Je kan ook mee zingen. Wij gewoon zingen. Dan zeg je. Klap eens in de handjes. Blij, blij, blij. Op je boze bolletje. Allebei. Handjes in de hoogte. Handjes in de zij. Vaart onze Liam voorbij. Oh, kijk dan. Allemaal gedoucht, nagels geknipt, tanden gepoetst. En een flesje voor ze naar bed gaan. Allemaal bezig. Zeg maar, was het liefst of niet? Lekker stil, ja. En zo dadelijk nog stiller, want ze gaan hun nest zo in. En toen lagen we alweer in bed. En gaan we deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.